Hierboven die plant is tijdens de verbouwing een paar jaar geleden een opening ontdekt. En daar, dit waren vroeger openslaande deuren en daar was een loze ruimte boven. En dat was waarschijnlijk een van de schuilplekken geweest van de onderduikers die hier gezeten hebben. En dan denk ik dat we over een 15 mensen praten. Dat waren Joden, dat waren Engelse piloten die waren neergestort en hier verborgen werden. Italiaanse krijgsgevangenen en aan het eind van de oorlog ook een aantal spoorwegstakers. Dit huis is een belangrijke verzetsplek geweest in Horen. Dat is pas sinds een aantal jaren bekend nadat ik de geschiedenis heb geschreven van mijn oud-tante die hier woonde. En nu staat het ook echt op de lijst van verzetshuizen in Horen.